Dames en heren, allemaal weer een hartelijk welkom in ons eetcafé. En we hebben zelfs wat nieuwe gasten. Maar het is weer hoogste tijd om aan het werk te gaan. Dus daar liggen de planken, de mesjes, de schotten. En dat hebben we allemaal gesneden. Oké. Ja. Lisbeth, het staat vanavond in de teken van Pasen, dat kan iedereen zien. Wat is het belang van koken samen als je dement bent? Waarom zou je niet gaan zwemmen of koken? Waarom moet het koken zijn? Gewoon herkenning bij elkaar, maar ook voor degene die de zieke dementie heeft, die vinden het ook gewoon gezellig om hier te zijn. Dus ze kunnen ook gewoon zichzelf zijn. We hebben ook iemand die wat luidruchtiger is bijvoorbeeld, maar dat maakt allemaal niet uit. Dat kan hier allemaal. Ik zag hier net wel dat er iemand bij is die eigenlijk nog zoiets heeft, nee hoor, ik ben niet dement, maar die hier als het ware over zichzelf heen stapt. Ja. Het opeens wel erkent. Ja, dat kan ook. Dat is toch gewoon onder elkaar zijn. Het gaat eigenlijk vanzelf. Ja. Het is gezellig. Goed idee van Huip. Ja? Nou, je schouwt me altijd mee, dus dat wil ik wel. Het is een schitterend initiatief van de groep uit Gemert-Laarbeek. Samen eten maken, gezellig babbelen en samen koken. En als beloning ook nog opeten. Je hoeft alleen maar die uitgestoken handen aan te pakken en je kunt meedoen. Zodat je zowel de cliënten met elkaar contact kunnen hebben om elkaar te ondersteunen in hoe gaat het, hoe doe je dit. En ook de mantelzorgers. En dan is het alleen maar fijn als anderen je helpen om dat pad een beetje te vinden. Want het leven is toch wel anders. Ja, ja. Ik weet dat de stap die ze moeten zetten groot is. Dat is niet makkelijk. Dus daar moet je veel moeite voor doen. Ze ontkennen eigenlijk hun ziektebeeld. We zijn niet, ze zeggen dat we zijn niet gek. Maar toch vergeten ze heel veel en je ziet dan de houding en je ziet het in het gezicht. En de partners hebben daar thuis over het algemeen veel moeite mee. En hier praten dan met mensen waarvan hun partner ook dementie hebben. En er zijn ook mensen bij natuurlijk die meegekomen zijn met hun partner en die raken ook in gesprek. Hoe doe jij dit thuis? Of ervaar jij dit zo? En dan krijgen ze met van elkaar eigenlijk gewoon tips. Heel simpel. Alles wat hier op dit moment gebeurt is nieuw voor ons. En het is zelfs buitengewoon, want wat ik thuis nooit gedaan heb, heb ik hier zelfs de snijbonen zitten snijden. Je moet jezelf even overwinnen. En er hangt hier natuurlijk een kaartje aan. Hè? Je bent hier niet zomaar, maar er zit een duidelijke indicatie aan. En dat is een proces van acceptatie. En het draagt dit ook toe bij. En ik moet zeggen, de ontvangst van de mensen die hier bezig zijn, was allerhartelijkst. Dus het vertrouwen is er dat het wel goed komt.